De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM ondervindt ook last van de orkanen die momenteel woeden in het Caribisch gebied. De orkaan Irma, die enorme schade heeft aangericht op verschillende eilanden, begeeft zich nu richting Florida. Volgens SLM-directeur Robbie Lachmisin heeft de maatschappij haar vluchten naar de Verenigde Staten, met name Miami en Orlando, voorlopig uitgesteld. Nadat zij vernam dat de storm die staten in het weekend zal bereiken. Bijvoorbeeld van Orlando-Sanford hebben we bericht gehad dat het tot nader order is gesloten. Maar u ziet, ik sta hier met mijn onderdirecteur Operations. Hij kan u alles vertellen over de uitgestelde vluchten en de reden en de toestand van de luchthavens daar. Omdat wij dat eigenlijk monitoren via het Operations Centrum. En daar hebben we 24 uur mensen zitten die het weer, onder andere ook het weer, bekijken op dit moment. Dus meneer Gunesh, de schema's moesten totaal gewijzigd worden of aangepast? Dat klopt. De impact, niet alleen maar voor de SLM, maar een heleboel maatschappijen die vliegen in die regio, hebben hun schema's moeten aanpassen, ook zo de SLM. Zoals de directeur aangaf, hebben wij dus de vluchten van zaterdag, zondag aanstaande, en nu ook maandag, moeten annuleren. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat de orkaan, de eerste eigenlijk, Irma, die richting uitgaat. Echter zien we ook nog een andere beweging komen, dat is de orkaan José, die erachteraan raast. We moeten nog kijken wat het uiteindelijk traject wordt, wat die gaat afleggen. Maar vooralsnog concentreren we op Irma met het stukje van de gewijzigde schema's voor die dagen. Stephen Gunesh, die in juli benoemd is als onderdirecteur operations bij de SLM. Volgens hem moesten de vluchten gedeeltelijk geannuleerd worden. Deze zijn die vanuit Paramaribo naar Aruba en dan naar Miami. Ook de vluchten vanuit Paramaribo naar Georgetown en dan naar Miami en Orlando zijn gewijzigd en uitgesteld. Dit alles heeft ook een financieel impact op de vliegmaatschappij, zegt Gunesh. Omdat dit soort zaken allemaal gaan met verhoogde werkdruk, verhoogde kosten. Omdat wij achteraf nou moeten gaan kijken hoe gaan wij de klanten die wij hebben op alle plekken, dat wij ze dan alsnog vervoeren. En daar moeten wij dan aangepaste schema's voor gaan uitvoeren. En dat kan leiden tot kostenverhogende maatregelen voor de maatschappij. Maar ik zie dat SLM goed communiceert met de mensen, waardoor er dus geen boze of ontevreden klanten zijn tot nu toe. Nee, natuurlijk. We proberen, dat is een traject dat we al een geruime tijd hebben ingezet, om de communicatie niet alleen intern, maar ook extern op een hoger niveau te brengen. Waarbij we één, de mensen op tijd proberen te informeren. Het is namelijk zo dat ook wij soms afhankelijk zijn van informatie van derden en van buitenaf. Bij deze bijvoorbeeld hebben we vandaag ontvangen het bericht vanuit het vliegveld van Sanford. Want tot en met vandaag hielden wij eigenlijk nog even aan de maandagvlucht van Sanford. Om te kijken wat is de beweging en de schade die aangericht wordt. Waardoor we ons schema verder kunnen aanpassen voor maandag. Maar nu hebben wij vandaag, gaan we het bericht lanceren, dat ook de maandag Sanford vlucht geannuleerd is. Omdat het vliegveld ons vandaag heeft medegedeeld dat zij tot nader orde vanaf morgen gesloten zijn. Stephen Gunesh, onderdirecteur operations van de SLM, met wie we spraken over de impact die de orkanen hebben op de vliegmaatschappij.